Welkom op kanaal Creatief met Rebecca. We gaan vandaag weer een journalpagina maken. Doe ik in mijn Travelers Notebook. Maar misschien heb jij je bullet journal. Ik zal me iets uitzoomen. Misschien heb jij een bullet journal waar je graag in werkt. Dan pak je natuurlijk gewoon die erbij. En we gaan vandaag gewoon weer twee hele leuke pagina's maken. En ik heb mijn waterverf klaar liggen. En ik gebruik... dit keer van Essence gebruik ik, als jullie vaker video's van mij zien, dan doe ik het vaak in de hoekjes of in het midden om gewoon even wat extra kleuren aan mijn pagina toe te voegen. Ik heb wat wasjetapejes heb ik klaargelegd. Ik heb wat stickertjes heb ik wat klaargelegd. En ook hier zo van die meisjes stickers heb ik klaargelegd. En ik heb natuurlijk naast me gewoon een lekker kopje thee erbij staan. En ik heb er weer ongelooflijk veel zin in. Ik hoop jij ook. En ik zou zeggen, we gaan gewoon lekker creatief aan de slag. En mocht je nou nieuw zijn op deze pagina, dan heet ik jou van harte welkom. En ik hoop dat je gewoon wat inspiratie vindt om creatief aan de slag te gaan. En mocht je nog geen abonnee zijn, abonneer dan zeker even op mijn kanaal. En wil je een notificatie ontvangen, druk dan even op het belletje. En ik heb voor Essence gekozen, want het zijn eigenlijk wat aarde tinten. Het papier waar ik op werk is trouwens ook waterverfpapier. Dus het is er ook voor geschikt om waterverf te gebruiken. En dan pak ik van mijn kwast, dat is een... van Davins is dat, en dit is een ronde kwast en het is een 2. En ik ga denk ik voor deze blauwe tint, want die vind ik wel heel leuk. Ik zie het mijn arm wat in beeld. Maar ik vind het wel leuk om in het midden te beginnen. Dus ik ga even mijn... hier wat aan de zijkanten te doen. En dan kunnen we hier straks een leuk plaatje. En ik heb hier ook nog van wat quotes heb ik verzameld. Stickervel van Jim Holtz is dat. Dat zie je ook heel vaak voorbij komen bij art journaling. Kijk, ik doe hier ook wat blauw. Denk ik dat ik misschien hier ook deze hoek ook nog even blauw vind ik ook wel leuk. En eigenlijk met journalen dan, ik begin gewoon, ik heb niet echt een plan of een ontwerp in mijn hoofd. Ik ga eigenlijk gewoon beginnen en ik heb hier nu dat blauw gemaakt en dan ga ik even mijn wasjetape erbij zoeken en ik zie hier wel deze witte vind ik heel leuk. En ik heb even zin. Dit is grijs. Dit is met wit. Even. Deze blauwe. En ik heb deze. Ik denk dat deze twee blauwe doet. Die leg ik hier neer. En ik heb hier meisjesstickers. Die pak ik er even bij. Kijk of hier iets. Ik zie hier wel iets. Deze met een kopje koffie. Of deze. Ik heb hier ook nog iets met blauwe schoenen. Zie ik hier. Deze. Die vind ik ook super leuk. Deze. Ik heb hier eentje. Dit is een wat oudere. Pyjama idee. Nou, dat vind ik niet zo heel passend. Maar ik vind deze. Die vind ik bijvoorbeeld wel heel leuk. Doe ik die hier. Dan heb ik deze hier. En dan heb ik hier nog zo'n postzegel. Zo'n blauw postzegel. Die vind ik wel heel leuk in dit hoekje passen. Dus deze ga ik uitknippen. Dat is een sticker trouwens.
En dan is dit het eindresultaat van onze pagina's. Ik heb 2 pagina's gemaakt met waterverf, wasje tape. En ik heb natuurlijk de stickers van de meisjes geprobeerd. En nou, zoals ik eigenlijk altijd zeg, ik hou mijn journal vrij eenvoudig. Omdat ik ook wil dat het gewoon leuk blijft. Ik vind journalen moet ook leuk blijven. En ik kan hele ingewikkelde pagina's maken. Maar dan kost het me zoveel tijd. Dan verlies ik eigenlijk het plezier in om mijn spreads te maken. En dit is de 2e die ik heb gemaakt. Mijn camera heeft even wat moeite met inzoomen. Kijk, daar is die. De lange wasje tape die ik hier heb gebruikt. Van het winterlandschap. Deze die kon bij AliExpress weg. Heb ik hem een keer besteld. Die stickers die ik hier heb gebruikt met de tekst van Tim Holtz. Die heb ik ooit een keer gekocht bij de creatieve winkel De Duif. En deze wasje is van de HEMA. En ook deze wasje die hier is van AliExpress. En hier heb ik nog 1 lange wasje tape. En ik hoop dat je wat inspiratie hebt opgedaan. En ik raad je vooral aan om de materialen te gebruiken die jij in huis hebt. En dan wil ik weer bedanken voor het kijken. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.